Ik ben Wim van Rittersum. Samen met mijn echtgenoot boer hier sinds 1992 in de Masterbroeke Polder. We zijn langzamerhand gegroeid van 70 koeien naar 120 koeien vorig jaar. En we willen in de toekomst naar een 200 melkkoeien toe. Aangezien we ook twee opvolgers hebben, die beide nu nog een opleiding volgen. Maar toch binnenkort ook het bedrijf binnenkomen. We zijn een pure weidebedrijf. Lage kostprijs was altijd het item. Nou, er komt een nieuw tijdperk aan, waarin zeker de vraag ook wereldwijd naar melk toe zal nemen. Dus ook wij willen als gezinsbedrijf ook daar een voorschot op nemen. Vandaar ook dat we vorig jaar gekozen hebben om een nieuwe stal te gaan bouwen. Duurzaamheid wordt een steeds groter item, dus dat speelt zeker mee. Deze stal is gebouwd onder de maatlat duurzame veehouderij. En in de inrichting van de stal is daar dus rekening mee gehouden, maar ook in arbeidsefficiëntie. Alles is eigenlijk gericht dat wij de dagelijkse werkzaamheden snel kunnen uitvoeren, zodat we meer tijd hebben om aandacht en tijd aan ons vee te besteden. Vandaar dat wij gekozen hebben voor een swingovermelkstal van GEA. En wat daar vooral de doorslag heeft gegeven, is de IQ-klauw. Die kunnen we heel snel en efficiënt onderhangen. Dus met twee bekers tegelijk. En op het moment dat ze onderhangen, komt er vacuüm op. En omdat je ook beide bekers vast hebt, is je lichaam in balans. En dat is ergonomisch, valt ons zeer goed. Zodat je niet alleen zeer snel kunt melken, maar ook met arbeidsgemak kunt melken. De melkstal bevalt heel goed. We kunnen heel snel melken nu, zeker als we vergelijken met onze oude stal. We hebben zeker meer dan een uur winst per keer. Maar ook voor de toekomst moeten er natuurlijk ook veel meer koeien gemolken worden. Maar dan hopen we toch binnen de 2 uur te blijven. Goed, ik kan op dit moment veel sneller, bijna 2 keer zo snel als vroeger aansluiten. Plus dat ik mijn lichaam recht hou en mijn schouders even veel belast. Met een conventioneel melkstal ben je altijd aan het balanceren. En dat heb je hier niet mee, want je kunt met 2 handen tegelijk aansluiten. Plus dat het veel sneller gaat. Dus dat bevalt echt super. Op dit bedrijf wordt volle weidegang toegepast. Nou, daarom is het ook, ik vind het heel belangrijk dat we snel kunnen melken. Die koeien eigenlijk maar heel kort in de stal zijn en heel veel uren in de wei doorbrengen. Ook dan is het weer makkelijk om snel te melken. Vandaar dat wij gekozen hebben voor dit type melkstal. We kunnen hier een hele hoge arbeidsefficiëntie halen omdat eigenlijk de hele stal erop is gericht. Korte looplijnen, technische hulpmiddelen zoals een separatiebox. Een groot strohok voor de koeien die moeten afkalven. Maar ook de melkstal helpt er zeker ook aan bij. Dat je dus heel snel efficiënt kunt melken. En ook de komende jaren willen we toch wat meer willen we gaan groeien. En dan is het één rij koeien erbij, is 22 koeien erbij. Dus je kunt heel snel schakelen. De stal is eigenlijk ingericht als een tweemansbedrijf. Maar het is ook heel goed uit te voeren in het weekend met 1 persoon. Want ook het sociale aspect in de boerenleven wordt ook steeds belangrijker. Ik denk dat als veehouders voor de keuze staan voor een nieuw melksysteem, dat ze goed moeten afwegen wat bij hun past. Bij ons past dit systeem. We willen snel en efficiënt kunnen melken. En daarnaast ook op de kosten blijven letten. En daarom hebben wij gekozen voor, deze swingoverstal van GEA. En met name de IQ-klauw, die heeft de doorslag daarin gegeven.